Daar zijn we dan weer met een nieuwe NEC-update richting de wedstrijd van zondag uit tegen Ajax. Daar gaan we het zo meteen over hebben. We blikken even natuurlijk terug, want de maand februari is afgelopen. Die sluiten we af met 7 punten. Afgelopen zaterdag werden er 3 belangrijke punten gepakt hier in de Goffert tegen Volendam. In het begin was een beetje moeizaam, maar je wint dan wel overtuigend. Ja, klopt. Ik denk dat het zeker het eerste kwartier... Dat we slordig begonnen in alle facetten eigenlijk. Nou, daarna vochten we ons er wel in. En ja, hebben we denk ik, daarna denk ik zeker 70 minuten goed gevoetbald. En 3 goals gemaakt en dan is het ja, dat is prettig. Ja, dat geeft dan ook wel weer het verschil een beetje aan. Die 3 goals waar je toch een beetje naartoe wilt. Ja, zeker. Maar ja, we hebben natuurlijk ook wel vaker zo gestaan. En dan hebben we die wedstrijden niet over de streep kunnen trekken. Omdat ik denk dat je... Ja, te weinig rendement heb gehaald uit de kansen die je gehad hebt of te weinig kansen gecreëerd hebt. Ja, dat is nu beter en dan ja, zie je ook dat het spel natuurlijk wat lekkerder gaat, wat soepeler gaat, omdat je wat meer ruimte krijgt en dat is wat je wil. Dan was februari een belangrijke maand, dan haal je 7 punten. Ben je dan tevreden met die 7 punten? Vooraf had ik er liever minimaal 9 gehad, moet ik eerlijk zeggen. Alleen ja, op een gegeven moment lukt dat niet meer. Dus dan moet je naar de laatste 2 wedstrijden kijken. En die hebben we gewonnen. En ik ben ook tevreden over de manier waarop we ons gepresenteerd hebben in die laatste 2 wedstrijden. En dat is denk ik belangrijk. Goed, de maand februari dus afgesloten met 7 punten. En in februari zou NEC en de trainer ook even samen gaan zitten over contract. Want dat loopt af van Rogier Meijer. En er is gesproken. En uitslag, ze willen samen verder. Luister mee naar technisch directeur Carlos Albers. Alleen we hebben allebei zeg maar, de positieve intenties uitgesproken aan de hand van het gesprek van afgelopen week. En het hoe en wat, hè, dat moeten we de komende weken nog gaan invullen. Want je kunt wel wat afspreken, maar goed, hè, we moeten duidelijk ook aangeven zeg maar, vanuit evaluatie en verbeterpunten hè, wat dat dan ook is. Maar uit de evaluatie komt naar voren nou, dat Rogier prima presteert. En dat het ook nog een trainer is zeg maar, waar rek in zit, maar nog potentieel in zit. Hij is natuurlijk ook nog een vrij jonge trainer in principe. Hè. Hij is 3 jaar nu zeg maar, bij NEC hoofdtrainer. Absoluut nog mogelijkheden om te ontwikkelen. En wij vinden als club dat je ook daar een trainer in moet helpen. En ja, van daaruit hebben we in ieder geval positieve intenties aan beide kanten. Nee, dat zie je ook vaak. Technische directeur, daar moet ook een trainer bij passen. Dus Rogier past ook wel een beetje bij jouw plan. Dat klopt, ja. Want... Ja, wij zijn nu zeg maar, ook de afgelopen ja, maanden ben ik ook aan het kijken en aan het zien hoe we zeg maar, ja, ons programma kunnen verbeteren. Ja, want dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. Want zeg maar, buiten het presteren, hè, wat we in de Eredivisie willen doen, is ook een opdracht, is waarde creëren. Nou, en hoe gaan we dat doen? Hè? En daar heb ik ideeën over. En nou, daar hoort een programma bij. Nou, en dat zijn punten die je met elkaar bespreekt. Het is volgens mij ook wel een beetje een unicum als een trainer zo lang bij NEC blijft. Want het was altijd zo'n club waar een trainer dacht, als ik hier aan begin, dan zit ik voor de kerst weer thuis. Nou, dat is misschien ook wel een goede verandering zeg maar binnen de club. Je ziet ook stabiliteit zeg maar, in de raad van commissarissen. Er is duidelijkheid zeg maar, nou, vanuit zeg maar, de kant van Marcel Boekhoorn. Wilco van Schaik is al lange tijd hier. Ik heb voor lange tijd getekend. En ik weet dat stabiliteit is ook een van de, ja, van de factoren die kan leiden tot succes. Zondag Ajax dus. En dat is voor de doelman van NEC toch wel een wedstrijd met een bijzonder tintje. Want hij komt weer terug in de arena. Ja, geleden voor een competitiewedstrijd inderdaad. Met Nederlands elftal ben ik er wel eens geweest, maar officiële competitiewedstrijd nog niet. Tegen Ajax, ook een club waar je natuurlijk veel mee hebt. Ja. 5 fantastische jaren gehad, dus ja, ik vind het wel weer speciaal om terug te mogen komen. En dan ook sowieso een beetje een belangrijke periode, want er komt weer een wedstrijd van het Nederlands elftal, je zei het al, voorselectie. Maar goed, een voorselectie is een voorselectie, dus we wachten netjes af totdat na de wedstrijd van RKC, dan moeten we fit uitkomen en dan hopelijk mogen we er dan heen. Maar tot die tijd moet ik vooral fit blijven en mijn niveau halen en dan zie ik wel wat er gaat gebeuren. Ja, zondag dus in Amsterdam in de Johan Cruijff Arena. De wedstrijd tegen Ajax. 8 weken geleden werd het hier nog gelijk. Was een gelijk spelletje tegen Ajax. Ja, nu staat er wel misschien een ander Ajax op het veld. En zijn er kansen voor NEC? We vragen het aan de trainer. Ja, ik denk dat ze toen wel in een moeilijkere fase zaten. Hè, ondanks dat we uit die winterpauze kwamen. Zat er denk ik ook veel onrust in de club en in het elftal zelf. Ik denk dat daar wel meer duidelijkheid is. En dat zij individuele kwaliteiten hebben, ja, dat lijkt me vrij duidelijk. En die zullen ze zondag in de arena ook hebben. Dus
Ja, weet je, wij zullen denk ik heel goed moeten zijn. En dat is denk ik een inkoppertje om daar een resultaat te halen. Maar ik heb wel vertrouwen in onze manier van voetballen. En dan moeten we het laten zien. Afgelopen week waren er wat afwezigen. Is iedereen weer een beetje fit? Schöne was afgelopen week aanwezig. Sissoko. Ik zag Sanjes niet meetrainen. Vandaag heeft eigenlijk iedereen meegetraind behalve Sissoko. Die was deze week ziek, dus die traint individueel. Maar ik hoop dat hij morgen aansluit en dan hebben we eigenlijk een fitte selectie. Ja, en belangrijk, want dat was afgelopen woensdag. Je kunt Sandler gebruiken. Ja, dat was een... Ik had het gevoel toen ik daar zat dat ik iets heel ergs had gedaan, maar ik had eigenlijk helemaal niks gedaan. Maar zo voelde het in dat bankje, moet ik eerlijk zeggen. Maar uiteindelijk ben ik blij dat hij vrij is gesproken, of dat die rode kaart geseponeerd is. En ja, het scheelt wel, want Philip is natuurlijk in voetballend opzicht en ook in verdedigend opzicht meerwaarde voor ons elftal. En die kunnen we zondag zeker gebruiken. Ja, dat was hem dan weer, de NEC-update voor deze week. De wedstrijd Ajax-NEC, zondagmiddag om 16:45. Kun je er niet bij zijn? Dan is het natuurlijk live te volgen bij mijn collega's van RN7 Radio. Via rn7.nl, klik dan even op live radio luisteren. En dan kun je de wedstrijd gewoon integraal meeluisteren. En wij zijn er volgende week weer. En wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom NEC, dan volg je ons via de website of mij even op Twitter. En dan hoor je de laatste en lees je de laatste nieuwtjes daar. Graag tot volgende week.